NV Grasalco heeft afgelopen zaterdag de worsteling Jacob Steenslagoperatie in het district Para in gebruik genomen. De handeling voor de officiële ingebruikname is verricht door president Chandrika Prasad Santokhi. De operatie is onderdeel van het herstel- en stabilisatieprogramma 2020-2023 van Grasalco, zei Wesley Rosenhol, directeur van NV Grasalco. De voorbereiding was lang en de start van de bouw van de steenslagplant begon in februari 2022 in partnerschap met Udevo Mining. In de afgelopen 2 jaren heeft dit team bij Grasalco samen met partners mogelijk gemaakt dat we vandaag op het moment staan om een crusher in gebruik te nemen die de totale productievolume voor Grasalco per jaar brengt naar 3 miljoen ton per jaar. Is een prestatie uit crisis. Terecht heeft mevrouw Fu dat in haar speech ook aangegeven. Het staatshoofd is de mening toegedaan dat NV Grasalco er naar streeft om capaciteit te ontwikkelen voor steenslagproductie. Deze mijlpaal is van eminent belang bij de ontwikkeling van een land voor de aanleg van wegen en andere infrastructuur en voor de woningbouw, zegt de president. En we hebben een systeem al van personen die willen bouwen met die 7% lening. We hebben een systeem al in kaart van de groep van personen die een aanmerking komt voor die 1800 SRD. Wel, als deze mensen willen bouwen, waarom kunnen wij niet hun helpen met goedkope grind? Hun eigen product, zonder dat Grasalco verlies leidt. Laten we dit bekijken. En ik denk dat we Surinamers in deze tijd van crisis kunnen helpen. Met onze eigen producten, zonder dat u verlies hoeft te leiden. Maar met in acht nemen van al die schakels. Het kan. En dat is een sociaal commitment van Grasalco samen met de staat naar de Surinaamse samenleving. De nieuwe crusher plant zal diverse steenslagproducten leveren ten behoeve van de lokale markt, maar ook voor de export. De plant is volgens Rozenhout goed voor een capaciteit van ongeveer 5000 ton steenslag per dag.